Tawa, dat ik hier mijn verhaal mag vertellen. Goed, we gaan het dus hebben. Even checken of die slides werken. We gaan het dus hebben over aquatische insecten en hoe zij reageren op degradatie van de oeverzone. Even een woordje vooraf. Mijn slides zijn allemaal in het Engels, want ik schrijf in het Engels en op de universiteit presenteer ik in het Engels. Maar ik zal de presentatie gewoon in het Nederlands geven. Dus hopelijk worden dan ook alle onbekende woorden duidelijk. En wat ook belangrijk is, in de presentatie heb ik een aantal polls ingewerkt. Dat was het verzoek, maar ik denk wel dat het heel leuk is. En ik geef in de slide daarna geef ik het goede antwoord. Dus je kunt dan eerst even de poll invullen. En dan is de vraag ook om dat een beetje snel te doen. En dan kunnen we lekker door naar de rest. Want in totaal zijn er 5 polls. De ene wat meer op het onderwerp zelf, en de ander wat meer over beekherstel in het algemeen. Goed, mijn naam Elmer Becker en ik word in mijn promotietraject begeleid door Piet Verdonschot, Michiel Kraak, Arie Vonk en Ralf Verdonschot, niet te vergeten. En ik kijk daarbij naar de aquatische insecten. Eerst nog heel even kort wat over mezelf. Ik heb mijn bachelor en mijn master gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb daar gekeken naar wat microben in het Markermeer. Ik heb een Curaçaose spons onderzocht. Ik heb toen bij KWR onderzoek gedaan naar de verspreiding van bruine rat en de ziekteverwekker leptospirose. Erg leuk onderzoekje. Nu ben ik dus bezig met mijn PhD, mijn doctoraat in beekherstelecologie. Kijk daar vooral naar aquatische insecten. Vakgebieden die er nabij liggen. Ecotoxicologie, die ik leuk vind, visecologie, maar ook marine ecologie heeft een plekje in mijn hart, heb ik immers gestudeerd. En daarnaast hou ik heel erg van fietsen, zoals hieronder in Vlaanderen. Ja, goed. Dit is een slide waar ik altijd mee begin, om even het punt helder te maken. Waar zijn wij in Nederland? Nou, 95 van de 100 keer als je naar een Nederlandse beek kijkt, dan zie je zoiets wat je hier helemaal rechts ziet. Dus een plaatje heb ik gewoon van Google Street View geplukt. Ik landde het poppetje ergens waar ik een beek zag en dit was het resultaat. Ik denk dat dat vrij representatief is. En we weten echt wel hartstikke goed hoe we van al onze voormalig mooie beken dit kunnen maken. Ik zou zeggen een afvoersloot, wat valt erop? Geen vegetatie, vrij gekanaliseerd. Maar hoe we dan terugkomen naar een meer natuurlijke situatie en wat zo'n natuurlijke situatie dan zou inhouden en hoe dan de insectgemeenschap die daar zit, daarop reageert, dat weten we wat minder. En het is al een poosje terug, onder andere 20 jaar geleden, heeft mijn promotor Piet Verdonschot uitgezocht dat minder dan 5% van de Nederlandse beken in goede hydromorfologische staat is. En ik vroeg onlangs van, goh, is er niet wat recentere data? Heb ik ook zelf naar gezocht. Nou, eigenlijk niet te vinden. En Piet zei, nou, dit is nog steeds hartstikke relevant. Dus ik hou me gewoon in op deze manier. Maar goed, we zijn hier wel, hè. 95% is echt in erbarmelijke omstandigheden. En we willen natuurlijk met z'n allen naar die 1% toe. En dat moet dan wat meer worden. Nou, waar kijk ik naar? Aquatische insecten. Dat zal ik even kort toelichten. Die aquatische insecten, die leven natuurlijk voor een heel groot deel van hun leven in het water zelf. En daar zijn ze natuurlijk erg gevoelig voor, bijvoorbeeld waterkwaliteit, goede indicatoren daarvoor. Ook zijn het goede indicatoren voor hydrologische verstoring, het ontbreken van stroom, te veel stroom, niet natuurlijke stroomprofielen. Ze zijn ook erg gevoelig voor de morfologie van de beek. Hoe is de oeverzone gevormd? Wat voor vegetatie staat er? Enzovoort. Daarnaast zijn ze ook, en dat komt helaas steeds meer naar voren, en daar gaan we deze presentatie nog veel meer van horen, heel gevoelig voor klimaatverandering. En het vervelende is dat deze ook weer allemaal interacteren. Goed, de hypothese, eigenlijk het achterliggende gedachte voor mijn hele PhD-onderzoek, hier ben ik bijna 4 jaar geleden mee begonnen, is die oeverzonedegradatie is een van de grootste stressoren, een van de grootste limiterende factoren voor die aquatische insecten. En de stadia waarin die aquatische insecten het gevoeligst zijn, daar wordt eigenlijk het minst naar gekeken. En die stadia die zijn het volwassen dier, het ei en de pop. Hier heb ik even het plaatje van de levenscyclus van een kokerjuffer gezien. Kokerjuffer, ook wel schietmot, leeft als larve natuurlijk onder water. Dan verpopt hij ergens in de oeverzone doorgaans. Als adult brengt hij een poosje op het land, in het lucht en in de bomen door, in de vegetatie. En die eitjes die moeten dan op een gegeven moment af worden gezet. En wat toch wel telkens blijkt, is dat deze overgangen van larve naar pop, van pop naar adult, van adult naar ei, de volgende generatie,
dat kritieke punten zijn, bottlenecks, zoals wij het noemen. Dus de achterliggende aim van mijn hele werk hier is beter begrijpen hoe die insecten reageren op degradatie van de oeverzone. Goed, eerste poll, zijn we er klaar voor? We beginnen vast even met een inkomertje. De vraag is, hoeveel EPT-soorten zijn er ongeveer in Nederland? En de EPT staat natuurlijk voor kokerjuffers, eendagsvliegen en steenvliegen. Dit zijn toevallig de insectensoorten waar ik het meest en het liefst naar kijk. Jullie kunnen A, B, C of D invullen op jullie polscherm. Kunnen we dit live een beetje zien? Er zijn erg veel vragen. Ja, ik zie 26 responses. Kan dat nog iets meer? En heel veel goede antwoorden zie ik ook wel. We gaan naar het antwoord. Het goede antwoord is natuurlijk. Ja, daar is hij tussen de 200 en de 300. Ongeveer 190 kokerjuffersoorten, daarover later meer. Ongeveer 11 steenvliegsoorten. Dat waren er vroeger 35 tot 40 voor 1900. Zijn er nu helaas nog maar 11 van over. En de vraag is of die er alle 11 nog wel zijn. Ongeveer 60 haftensoorten. Erg ingewikkelde groep om goed te determineren. Dus dat is nogal twijfelachtig. Maar het zijn er zo ongeveer tussen de 200 en de 300. En het interessante is, sommige komen ook weer terug. Maar ook daarover later meer. Goed, als inleiding voor het eerste stukje. Dat is een grote data-analyse die ik heb gedaan. Heb ik even wat onheilspellend. Ja, het gaat niet zo goed met insecten in het algemeen. En het gaat ook niet goed met insecten in het water. En dat heeft alles te maken met slechte waterkwaliteit. Er is op deze papers soms wel wat aan te merken, methodologisch, of komt de conclusie wel overeen met de analyse. Maar het is wel duidelijk, hier moet iets gebeuren. En de vraag die ik mij dan altijd vrijwel meteen stel is, hoe zit het met die beekinsecten in Nederland dan? Veel van deze onderzoeken gaan over grotere stukken dan Nederland alleen. Nou, om dat te achterhalen, eerst een klein stukje achtergrond. We zijn natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog begonnen met heel veel meer produceren van alles. En als reactie daarop, voornamelijk slechte waterkwaliteit, verzuring en dergelijke, zijn er wat wetgevingen geïmplementeerd. En die wetgevingen die hadden altijd als doel, dan denken we aan de Clean Water Act, European Wastewater Directive, kaderrichtlijn water is daar ook een gevolg van. Denken we voornamelijk aan het oplossen van enkele stressoren. In het geval van de Wastewater Directive is het instellen van rioolwaterzuiveringen. Wat lost dat op? Nou, te veel nutriënten in het oppervlaktewater. Super succesvol, kan ik wel zeggen. Maar wat we ook zien uit de literatuur is dat er een periode van stagnatie is opgetreden. En daar zitten we nu momenteel in. En die stagnatie neigt misschien wel naar weer achteruitgang van die aquatische biodiversiteit. Dus mijn vraag is voor dit stuk, wat zijn de lange termijn trends van aquatische biodiversiteit en kan ik dit linken aan de eigenschappen van die soorten? We hebben weer even een poll voor Nederlandse laaglandbeken. Zijn daar nog referentiecondities voor? Ik ga even kijken of ik de... Ja, heel goed. Ik zie een aantal antwoorden. Even kijken of ik de live kan zien. Ja. Ik kan even niet zien hoeveel mensen hebben geantwoord. 31. 31. En bijna 2/3 zegt ja en ongeveer 1/3 zegt nee. Er zijn geen referentiecondities. Nu, een beetje een flauwe vraag misschien. Mijn antwoord is nee. En dan komt die ik ben van mening. Hè, dus hier kunnen we het later nog even over hebben tijdens de vragensessie. Maar voor Nederlandse laaglandbeek is eigenlijk geen referentieconditie meer. Er wordt wel vaak naar het buitenland gekeken. Duitsland en Polen bijvoorbeeld. Zoals hier in de Bjerpzadal. Prachtig gebied naar verluidt. Maar voor onze Nederlandse systeem is eigenlijk geen echte referentie meer. Deels omdat die diergemeenschap, organismegemeenschap daar toch verschilt. Maar ook deels.
omdat er eigen andere condities zijn. Goed. We gaan even door met de presentatie. Dus ik ben benieuwd naar de lange termijn trends van aquatische biodiversiteit in Nederland. Nu, wat heb ik daarvoor gedaan? Ik heb gekeken naar die kokerjuffers. 190 soorten. Ik heb gekeken omdat ze vrij wijd verspreid zijn in Nederland. Je kunt ze bijna overal wel vinden. Ze hebben verschillende strategieën. En ze hebben verschillende habitat-eisen. Sommige komen alleen voor op hoogveen, in vennetjes. Sommige komen voor in laaglandbeken. Je hebt ook enkele riviergebonden soorten. Nou, dat duidelijk. Ik heb hiervoor gekeken naar voornamelijk Oost- en Zuid-Nederland. Omdat hier nog iets van natuurlijk peil mogelijk is. Nederland boven NAP. Ik heb gekeken naar 23 hydrobiologische districten. Dit komt ongeveer overeen met sommige delen van waterschappen, maar niet alleen. In totaal 22.000 samples op 600 sites. En dit is de KWR monitoring. Hele mooie interessante dataset. En daar zit echt, dat is echt een schat van informatie. En super bijzonder dat we dat kunnen gebruiken. Heel veel analyse is daarop gedaan. En ik ga vrij snel er doorheen. De eerste vraag is, zien we in Nederlandse biodiversiteitsdata een trend? Zo ja, is deze trend aaneensluitend, omhoog, omlaag of vlak? Of zit er een breekpunt in? Dat heb ik met een breekpuntanalyse benaderd. Vervolgens heb ik gekeken of er een verandering in aantallen en in soorten rijkdom per monster over de tijd is. Vervolgens heb ik aan de hand van de combinatie van de breekpunt en deze modelleringsexercitie de soorten gegroepeerd op gelijke trends. En dat heb ik geprobeerd te linken aan biologische traits en ecologische preferenties. En voornamelijk ook aan klimaatpreferenties. En dit is hoe een wijdverspreide, vrij abundante soort eruit ziet versus een niet zo wijdverspreide, vrij zeldzame soort. Agapetus ogripus, typisch soort voor Zuid-Limburg. En Trineodes bicolor, nou die zit bijna overal. Goed, wat zien we? Erg interessant. We hadden voor 141 soorten voldoende data. Dus van de 190 zijn er nog 141 over. Ik heb daarbij de 5 dominante soorten, die de helft van de totale aantallen uitmaken, heb ik losgenomen. En dat is hier de paarse lijn. Dus houden die los. En die groene lijn, dat zijn de overige 136 soorten. De rode lijn, dat zijn alle soorten samen. Dus dat is cumulatief daarvan. We zien een hele sterke toename van begin van de monitoring in de jaren 80. Tot ongeveer 2008-2010. Daar zien we voor verschillende parameters significante breekpunten. Dus daar is die toename, die stagneert of die keert zelfs terug. Vervolgens zien we vanaf 2011 tot 2022 voor verschillende parameters weer een afname. Dit is alles samen, ongeacht welke soort het is. En wat wel interessant is, is dat voor die 5 dominante soorten, dat zijn dus de vuilnisbakken soorten onder de kokerjuffers, zien we dat er een mindere afname zichtbaar is na die 2011 breekpunt. Vervolgens heb ik die soorten gegroepeerd op type trend. En die periodes zijn er 1980 tot 2010. Daar hebben we het breekpunt. En dan van 2011 tot 2021. We hebben in totaal 46 soorten waarvoor deze analyse mogelijk is. Het is vrij data-intensief. Maar die 46 soorten, dus 33%, is wel 92% van het totaal aantal kokerjuffers wat in de hele dataset zit. Dus wat dat betreft een grote groep. Maar de heel zeldzame, die dus ook misschien heel indicatief zijn, die zitten er niet in. Voor 12 soorten zien we een vooruitgang in beide periodes. 21 soorten, daar zitten de 5 abundanten bij, zien we een stabiele trend. Maar wat er belangrijk is om bij te zetten, de eisen voor stabiel of vooruitgaand of achteruit, is min of plus 10% verandering per jaar. En dat is een vrij conservatief estimate. Natuurlijke populaties fluctueren erg. En hiermee proberen we toch te vangen. Maar het is een conservatief estimate of iets vooruit gaat of dan wel achteruit. 3 soorten zijn fluctuerend. Het zijn wel interessante soorten. En 7 soorten gaan achteruit. Belangrijk deze bovenste soort, Brachycentrus subnubilis.
Die had zo'n erge vooruitgang in de tweede periode dat ik hem naast het figuur moest plotten. Die soorten die hebben allerlei eigenschappen waardoor ze sensitief zijn. Maar ik wil het eerst heel even hebben over de algemene trend. We zien dus een hele sterke vooruitgang voor 2010. En dit link ik aan de eenzijdige verbetering in waterkwaliteit. Met name nutriënten. Die achteruit zijn gegaan, omlaag zijn gegaan. En dat zien we ook hier in dit figuurtje van Peter Verpuybroek. We zien in 1990 stikstof- en fosfaatconcentraties. En die nemen echt wel af tot 2002 ongeveer. En vanaf dan blijven ze relatief stabiel. Langere tijdsvakken heb ik niet. Die data is ongetwijfeld beschikbaar, maar die heb ik helaas niet. Dus dit loopt tot ongeveer 2010. Vervolgens, als we die soorten groeperen, ja, dus daarna zien we die periode van stagnatie of zelfs achteruitgang. En dat link ik aan multistress, dus verschillende stressoren die interacteren. Daarover later nog iets meer. Die soorten die ik gegroepeerd heb, die zijn best wel divers in eigenschappen, maar ook in strategieën. Dus die groepen die linken niet heel lekker naar specifieke eigenschappen, wat op zich logisch is. En wat wel opvalt, is dat de soorten die vooruit gaan minder gevoelig zijn voor klimaatverandering. Dat is hier uitgedrukt als een score. Dan soorten die achteruit gaan. Ietsje contrasterend daarop is dat, dit is de temperatuurpreferentie van de verschillende groepen. De vooruitgaande groep, de stabiele groep, de fluctuerende groep en de achteruitgaande groep. Achteruitgaande groep heeft een lage temperatuurpreferentie. De fluctuerende en de stabiele groep een hogere, dus in graden uitgedrukt. En de vooruitgaande groep heeft weer een lagere en die is ook significant lager dan deze, de stabiele groep in ieder geval. Hoe is dat te verklaren? Dat ga ik hierna doen, want eerst nog een poll. En dit linkt ook aan mijn antwoord op waarom die groep, die vooruitgaande groep... dat linkt. Even kijken of ik de poll tevoorschijn kan toveren. Even kijken. Ja. Ja, dit was denk ik te makkelijk. Maar jullie hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. Waarom gaat de vooruitgaande groep nou vooruit? Deze groep die bestaat uit vrij specifieke soorten. Waar bovenin meteen opvallen Brachycentrus subnubilis en Lepidostoma basale. Verder zit het nog in Lipofaeopa, Halesus radiatus. Dit zijn soorten die in natuurlijke beken best wel heel veel voorkomen en daar ook hele hoge aantallen kunnen krijgen. Maar ze hebben wel een vrij lokale verspreiding. We kunnen erover discussiëren wat dat dan precies is. En wat ook opvalt is, die zit toch vaak iets meer in natuurlijke gebieden of in beschermde gebieden. Deze Lepidostoma basale en ook Lipofaeopa zijn soorten die... hout eten. Zij eten dood hout. Vooral Lepidostoma basale is daar echt uniek in. Een van de redenen dat dit ook als soort uitgekozen is om naar de Veluwe een transplantatie-experiment mee te doen. Dat ze een belangrijke rol hebben in dat afbreken van organisch materiaal. En voor deze Brachycentrus subnubilis, die zit hier voornamelijk in het grensgebied. Dit zijn riviertjes, de Roer, de Geul, hier de Dinkel bijvoorbeeld, die grensoverschrijdend zijn. Deze soort, Brachycentrus subnubilis, de bovenste soort, heeft dus heel erg voordeel gehad van het saneren van rioolwaterzuivering en dergelijke. En van Europees wijde efforts om die rivieren te herstellen. Deze soort hebben ook echt iets aan het herstellen van die natuurlijke morfologie en oevervegetatie. Want daar zijn ze heel erg afhankelijk van. Dus het antwoord op de poll is dan natuurlijk ook, zoals jullie goed hebben geantwoord, het heeft hartstikke veel nut en het is belangrijk voor veel soorten. Maar daar moet je natuurlijk wel ook natuurlijke processen weer bij herstellen. Maar goed, het andere antwoord, het is leuk om te doen aan de lucht op, is ook gewoon waar. Dus dat is prima.
Goed, de achteruitgaande groep, daar zitten ook een paar hele interessante soorten in. Berodes minutius vooral, bijvoorbeeld, maar Limnophilus extricatus, die echt over de twee periodes hard achteruit gaat. Deze soorten leven in verschillende habitats. Daardoor is er niet echt te zeggen, het ligt aan dit type beek of dit type ven. Wat wel opvalt is dat ze iets meer buiten beschermde gebieden leven. Minder in bos, misschien voormalig landbouw of in landbouwgebied, wat nu wat intensiever bebouwd wordt. En deze soorten zijn ook allemaal behoorlijk gevoelig voor klimaatverandering. Ik wil graag door naar mijn volgende stuk, dus nog heel even kort. Methodologisch. De lineaire modellen die ik hierop heb gefit, die hoeven niet per se de echte diversiteit van die trends te laten zien. Soorten kunnen heel heftig fluctueren en dat is niet altijd met zo'n lineair model helemaal te vangen. Maar goed, je wilt toch het samenvatten. En ook zeldzame en abundante soorten worden als gelijk beschouwd. Dus hier zitten heel abundante en minder abundante soorten op gelijke voet. Dat is natuurlijk in het milieu niet zo. Dus het heeft voordelen, maar ook nadelen. Wel, wat ik hieruit als mee wil geven, is dat echt meer effort nodig is om habitatkwaliteit lokaal te verbeteren. Vooral omdat large-scale stressors, klimaatverandering, verontreiniging en landgebruik, intensief landgebruik, dat gaat gewoon door. Dus juist ook lokaal habitatkwaliteit verbeteren kan heel belangrijk zijn voor die soorten. Dit heb ik nu net ingediend, het eerste hoofdstuk van mijn proefschrift. Goed, weer een poll. Poll nummer 4. We hebben er in totaal 5. Dus hierna is er nog maar 1 hoor. Even jullie algemene EPT-kennis testen. Adulten kook je voor steenvliegen en haften. Dus adulten, belangrijk. Eten die of eten die niet? Waar, niet waar of soort afhankelijk? Ik ga even kijken of ik de antwoorden tevoorschijn kan toveren. Ik heb 26 responses. 35% zegt waar. Ze eten niet. 4% zegt niet waar. Punt. En 62% zegt soortafhankelijk. Dat is vaak het langste antwoord. Is dan het goede. Ja, en dit is nog een beetje misleidend. Dit is natuurlijk helemaal geen kookje voor steenvlieg of haft. Dit is een elzenvlieg. Een beetje flauw, want die eet lekker wel van deze hondstraf. Het antwoord is C, het is soortafhankelijk. Haften hebben onderontwikkelde of niet ontwikkelde monddelen en kunnen helemaal niet eten. Kookjuffers eten in sommige gevallen. Vooral langlevende soorten, de Limnophilidae, die hebben zelfs nectar nodig om de eitjes te laten ontwikkelen. En steenvliegen eten best wel veel, pollen, schimmels, detritus enzovoort. Ja. Mooi bruggetje naar mijn tweede deel, want dit gaat over steenvliegen en haften. Ik heb hierbij met 4 hele goede studenten onderzoek gedaan naar de effecten van temperatuur en droogte van beekinsecten in, raad het dus, de oeverzone. Nog heel even een ander schemaatje. In het begin hadden we een kookjuffer. Dit is natuurlijk een steenvlieg. Die steenvlieg die leeft als nimf in de beek. Die kruipt op een gegeven moment een stukje structuur op. Kan een rietstengel zijn, een stukje doodhout. Dan sluipt die uit. Dus er is geen verpopping, want het is een hemimetabool insect. Als adult fladdert hij lekker rond en plant hij zich voort. En vervolgens worden de eitjes afgezet. En ik meen dat steenvliegen de eitjes afzetten door op een structuur zelf te gaan zitten en het niet in het water laten vallen. Maar dat is een foutje misschien van deze. Goed, we kijken weer naar deze overgang tussen nimf, tussen aquatische organismen en tussen terrestrische organismen. Want dit is natuurlijk een van de bottlenecks waar ze doorheen moeten om de volgende generatie voor te kunnen brengen. We kijken naar klimaatextremen. Die wordt voorspeld dat die vooruit gaan, dat die meer gaan voorkomen. Dat weten we natuurlijk allemaal. Meer droogte, maar ook meer intense regen. Temperatuur die omhoog gaat. Dit interacteert met de hydromorfologie en de oevervegetatie. De afvoer van beken die zal heftiger zijn door deze veranderingen. Meer water, hogere afvoersnelheden, minder water, stagneren misschien zelfs.
voor beekinsecten allemaal funest. Minder beschaduwing van oevervegetatie zorgt er ook voor dat die beken sneller opwarmen. En deze overgang, dit gebeurt in het voorjaar, maart tot met mei, zeg maar, voor haften en steenvliegen, dat is echt een bottleneck. En de vraag is dan, hoe, wat is het effect van hitte en droogte op die insecten tijdens hun emergentie? Dat heb ik onderzocht in een mesocosm setup. Dus eigenlijk heb ik verschillende bakjes in een doorstroombak gezet met beekwater daarin. Daarin organismen uit de Hierdense beek, de steenvlieg Nemura cinerea en de haft Leptophlebia marginata. Deze organismen zijn uitgekozen omdat ze best wel hoge dichtheden voorkomen. Schep net in de beek en je hebt er zo'n paar honderd van de juiste maat ook. En deze organismen die kunnen in principe wel tegen droogval. Deze hebben we in maart, april verzameld, een maand tot weken voordat ze normaal gesproken uit zouden komen. Hier zie je een fotootje van hoe ik dat met mijn student Jelmer doe. Zoals ik zei, een mesocosm setup, dat zag er zo uit. Het is een bakje met een gaas aan de onderkant, waardoor die verversing van water continu mogelijk is. Er zat ook sediment en organisch materiaal in, steriel sediment en organisch materiaal. We hadden twee temperaturen, de temperatuur rond die tijd, een graad of 12, en een hoge temperatuur, 18 graden, 6 graden hoger. Dus meer een zomertemperatuur. Vier droogtebehandelingen, permanent nat, dat was de controle. 1, 2 of 3 weken droog en dan weer hernat, totdat de organismen uitkwamen. Waar keken we naar? Hoeveel er overleefden? Wanneer ze uitkwamen? Als ze uitkwamen? En ook qua fitness, hoe lang hun vleugels waren en hoe groot, hoe zwaar ze waren. En dat is een hele goede afgeleide voor hoeveel nageslacht ze kunnen produceren, mochten ze dat doen. Ja, en dan natuurlijk allemaal netjes gerepliceerd. Resultaten? Nou, wat we zien is het uitvliegen, de emergence. Temperatuur zorgt voor lager uitvliegen, hogere temperatuur zorgt voor lager uitvliegen bij de haft, bij Leptophlebia marginata. Maar voor meer uitvliegen bij de steenvlieg, Nemura cinerea. Ook is er een significant interactief effect tussen temperatuur en droogte op het aantal dat uitvliegt. En qua fitness zagen we dat vrouwelijke steenvliegen een lagere fitness hadden bij hogere temperaturen. En voor de haft zagen we dat de condition factor, en dat is de ratio tussen lengte en gewicht van beide seksen, hoger was bij verhoogde temperaturen. Je ziet hier echt per groep verschillen, per geslacht zitten er verschillen in. Temperatuur, negatief effect op steenvliegen, positief effect op haften. We weten uit literatuur en uit ander onderzoek, die steenvliegen die hebben echt een voorkeur voor koudere, koelere wateren. Heeft waarschijnlijk te maken met dat ze minder goed zuurstof kunnen opnemen. Zuurstof is een van de limiterende factoren als het water warmer is. En de haften die kunnen beter met die hogere temperaturen omgaan. Het droogte, negatief effect voor haften en voor de meeste van de steenvliegen. Maar voor Nemura cinerea heeft het een positief effect. Meeste steenvliegen kunnen niet tegen droogval, maar deze Nemura cinerea wel. Dus een adaptatie. In zowel eitjes als in de nymfen. De plasticiteit, hoe ze zich dus kunnen aanpassen, is een heel belangrijke trait. Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen, de temperatuur versnelt de ontwikkeling van beekinsecten. En ook die versnelde ontwikkeling kan negatieve effecten hebben voor hun fitness. In de zin van, ze komen kleiner en lichter als adult komen ze uit. Beide soorten zijn, die we hier hebben onderzocht, en ook de kookjuffers, gevoelig voor tenminste één component van klimaatverandering. Belangrijk, het implementeren van effectieve watermanagementstrategieën en ook een focus op de hele beek, maar ook de oeverzone is daarbij erg belangrijk. Dus eigenlijk als ik mijn onderzoek doe, dan denk ik altijd, goh, waarom is die oeverzone belangrijk? En de voornaamste reden is omdat het naast directe effect op de beek ook habitat biedt voor al die organismen, maar ze zijn er ook voor afhankelijk voor hun voedsel.
En hoe gebruiken die organismen het de oeverhabitat? En hier kan Bart meer over vertellen, maar er komt een STOA-publicatie aan in juni 2024 met de eisen van insecten aan oevervegetatie. En er is ook een internationaal project, maar Bart Rezen vertelt erover later meer. Heb ik nog een laatste poll? Het wordt iets luchtiger. Kookjuffers leggen hun eitjes altijd in het water. Nee, ze leggen heus hun eitjes wel eens op het droge. Nee, ze doen gewoon waar ze die dag zin in hebben. Ja, het zijn immers aquatische insecten. Even kijken. Ik ga even de poll er weer bij halen. Hey, dit is een leuke vraag, blijkbaar. 21% zegt met 28 responses. 21% zegt nee, ze leggen heus wel eens hun eitjes op het droge. 4% zegt ze doen gewoon waar ze de dag zin hebben. En 75% zegt ja, het zijn immers semi-aquatische insecten. Nou, dan heb ik nieuws voor jullie. 75%. Best wel veel kookjuffers. Vooral in de familie Limnophilidae, maar ook in andere familie wel, leggen hun eitjes op het droge. Dat doen ze in een gelei-achtige matrix, om de eitjes te beschermen tegen de droogte. Dat dan weer wel. Die leggen ze op bladeren bijvoorbeeld, maar ook structuren boven of in de beek. Of op plekken waar het jaar ervoor water heeft gestaan. Hoe ze dat weten, er zijn hypotheses over, maar daar ga ik nu niet verder op in. Bewijs 1, hier zien we allerlei eipakketten van Limnophilidae kookjuffers. Op een stuk drijfhout midden in de beek. En wat opvalt is dat het een klein stukje boven het beekwater op dat moment is. Het water stond hier behoorlijk hoog. En ook dat ze het niet te hoog willen leggen. Dus ze willen een bepaalde optimum van hoogte ten opzichte van het water. Dit zijn eipakketjes van Glyphotelius pellucidus op een blad. En wat je ziet als je het eipakket, als het voldoende ontwikkeld is en je maakt het nat, dus mijn hand, dan komen de kleine larfjes, die kruipen eruit. Dus ze overleven even in het eipakket, in die geleiachtige matrix. Vervolgens kruipt die kleine larfjes eruit om de beek weer mooi te bevolken. Nog een voorbeeld, hierboven onontwikkelde eitjes en hieronder zijn al die al uitgekomen larfjes. En ze hangen daar aan de punt van het blad, wachtende op regendruppeltjes. En als die druppeltjes het voldoende nat maken, zoals ik hier laat zien, dan kruipen die diertjes mooi uit. Einde van mijn presentatie. Zijn er vragen? Ja, voordat iedereen begint te mailen naar e.becker@uva.nl, kunt u de vragen kwijt onder de knop VNA bovenin uw scherm.